Goedemorgen. Zo, mijn ochtendstem. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. Samen met Alice aan het wandelen. En ik ga zo de live chat doen. En zo, mijn stem. Jullie zijn de eerste waar ik vandaag tegen praat. En daarna gaan we naar de paardjes toe. Maar eerst Alice uitlaten. Onderweg naar de manege. Mijn haar is echt heel pluizig. Ja. Nou, we zijn al losgestapt net op het terrein. Even een paar minuten. Ik denk 7, 8. En dus kunnen we nu aan de slag gelijk. Ik ga Vroontje logeren. Heb ik nog helemaal niet verteld. Maar vandaag gaan we lekker logeren. Gisteren heb ik gereden. En ik merkte toch dat na een paar dagen zelf niet met haar bezig geweest te zijn. Dat ze weer wat stijvig en wat last van haar nek had. Dus dat gaan we proberen met logeren vandaag er weer uit te krijgen. Ja, ze heeft haar hoofd een beetje naar links. Dus niet zo heel erg op deze kant. Dit is de makkelijke kant. Daar zit ze vast, zoals jullie weten. Dus we gaan eens even kijken hoe het gaat. Kom maar. Kom maar. Goed zo. Braaf hoor. En zo probeer ik haar te helpen om wat soepeler weer te worden. Zonder dat het zeer doet. En dit lijkt wel aardig te gaan. Ze wil de tong uit de mond. Dus dat betekent dat ze niet helemaal comfortabel is. Goed, ik heb de lijntjes op lang staan. En zo probeer ik toch een beetje haar buik te laten gebruiken. En dus gaan we weer een beetje naar binnen, zodat ze wat naar binnen toe. Kom maar. Of ik zeg het verkeerd. Probeer ik te zorgen dat ze vooral in haar buik een beetje buigt. Ja, ik had morgens ook nog in paddock gezet. Kijk, daar is Kluffie. Oh, Blondie. Hallo jongen. Hi. Wil jij een kusje? Wil jij een kusje? Het is vandaag zondag. En ik moest in beeld van Tessa, dus hi. Mom en Sugar, hi. We zijn al eventjes op een manege. En paard is vanuit in de molen. Dan ga ik ze allebei tegelijk freestylen. Ja, en dan ga ik ook een stukje filmen hoor. Uiteraard. En wat heb je gekregen vandaag? Ik heb van Zoe van Toby, die dus daar is. Met roze kraaltjes en Blondie met een hartje. Echt super schattig. Vanmiddag ga ik samen met een vriendin fietsen naar school toe. Dat is belangrijk. Dinsdag ga ik naar school. En dan kijken we de rest van de week. Ja, het is eigenlijk weer terug naar trainen. Naar school. Naar school. Gezond eten. Back to school, back to work. Ik ga jullie... Klaar met de vakantie. Ik ga jullie dinsdag ook mijn laptop laten zien, want die krijg ik ook. Oh! Ja, ik ga nu de paarden. Zit daar nu al tijd voor? Nog 3 minuten. Ga ze halen. Kom. Ja, wat je met 1 paard kan, kun je ook met 2 paarden. We zijn nu eventjes gezamenlijk aan het draven. Het is gewoon puur om ze beweging te geven, verder niks. En zo gaat het in de helft. Kom maar. We gaan het in de helft van de tijd. Het is druk, het is rot weer, dus iedereen wil zijn paard laten bewegen. Goedemorgen! Het is vandaag maandag. Ik ben zoals altijd weer samen met Alice aan het wandelen. Ik zag... Wat? Ik liep net langs een school, daar ergens. En... toen zag ik dat het weer begon. Ik zag allemaal mensen in de rij staan. Natuurlijk door corona is het natuurlijk wat moeilijker. Weer bijzonder dat het weer gaat beginnen. Morgen ga ik zelf weer naar school. Oeh. En we zijn op de manege. Ik ben niet alleen, maar ik ben samen met Elisa. Joe. We zitten op de paarden. Ik zit op Boris, jij zit op corona. Wat zijn we op dit moment aan het doen? Niks. Ja, we staan zonnetje. Op te warmen, want het is best koud. Nou ja, ik heb het koud over korte mouwtjes. Bij jou valt wel mee. Ja. Wat gaan we morgen doen? Morgen gaan wij weer naar school toe! Oh ja! Yay! Leuk is, hij zit op dezelfde school. Ik heb wel jij. Nee, het is hartstikke leuk. Binnenkomen in arbeidsstraf C, rechterhand.
AXC binnenkomen in arbeidsraf, C rechterhand. C rechterhand. MF gebroken lijn 5 meter. MF gebroken lijn 5 meter. KXM van hand veranderen, enkele passen de draf verruimen. KXM hand veranderen, draf verruimen. HK gebroken lijn 5 meter. HK 5 meter. Tussen A en F, arbeidsgelop links aanspringen. AF, arbeidsgelop links. BEB, grote volte. BEB, grote volte. Tussen M en C, overgang arbeidsdraf. MC, draf. MC, arbeidsdraf. EF, hand veranderen. EF, hand veranderen. Tussen A en K, arbeidsgelop rechts aanspringen. AK, arbeidsgelop rechts aanspringen. EBE, grote volte. EBE, grote volte. Hou hem bij je. HNC, arbeidsdraf. HC, arbeidsdraf. MB, overgangstap. MB, overgangstap. BK, van hand veranderen en enkele passen de draf stap verruimen. BK, hand veranderen, stap verruimen. AF, overgang arbeidsdraf. AF, draf. AF draf, BEB grote volte, enkele drafpassen, het paard de hals laten strekken. BEB grote volte, enkele drafpassen, het paard de hals laten strekken. Tussen B en M, teugels op maat. B en M, teugels op maat. Strekken, strekken. CX, half grote volte links. En BM teugels maat, CX halve volte links. CX halve volte, XB rechteruit. B rechterhand. A afwenden, daarna arbeidsstap. A afwenden, daarna arbeidsstap. Dus X en G als uit de groeten. Toen zaten we weer in de auto. Da-da-da-da. Hoe? Ja, nou, hoe is het niet leuk om weer net als leuk? Ik schrok me dood. Ja, dat was ook natuurlijk dat verhaal, hoor. Nou, hoe deed je het net? Ja, nee, nu is het niet leuk meer. Het is alleen leuk als je klinkt. Hoe? Hoe? Ja, right. En waar zijn we nu onderweg naar? Heb je tegen mij? Ja, ik heb het tegen jou, ja. Naar de Mac. McDonald's! Jee! Dus de laatste dag dat we slecht gaan doen, nou ja, hier voor mij. Want daarna is het 1 september. En dat gaat mama gapen. En gaan we weer netjes eten, want nu zijn we een beetje aan de slechte kant. Vette rollen moeten er weer af. Die vette rollen daar. Die moeten er weer af. Die moeten nou weer af. En wat ga jij doen vanaf 1 september? Naar school. Wij gaan naar McDonald's. Het is vandaag, ik wou eigenlijk maandag zeggen, maar het is vandaag dinsdag. Ik ben vandaag, oh daar gaat het hoesje. Ik ben vandaag weer voor het eerst naar school toe geweest. Ik heb vandaag mijn laptop gekregen en heel veel informatie. Morgen begin ik eigenlijk al gelijk weer met echte lessen. Ik begin met Duits en biologie. En moeders, wat gaan wij nu doen? We gaan naar stal. Daar gaat Tessa even de paardjes doen, want jij had een lekker band. Ik had een lekker band.
Dat betekende dat ik Tess met de auto even opgehaald heb. En daarna wilden ze graag haar laptop installeren met de vader. Dus toen zijn we naar de zaak geweest. Alleen dat duurde allemaal ietsje langer dan dat we bedacht hadden. Dus nu moet ik nog een aantal dingen afmaken. Dus Tess, die gaat de paarden doen en ik ga werken. Ik ga ze in een stapmolen zetten en paddock en freestylen. Kan vinden. Het is vandaag woensdag. Ik heb zo les met Blondie en met Boris. Ik begin met Blondie en we gaan vandaag in de buitenbak. Het zonnetje schijnt, dus ik ben er klaar voor. Ik stel dat je gaat trainen. Ga trainen? Ja, voor je... Voor de B. Want die ga ik HC starten. Niet te veel aan je binnenteugel en blijf mooi rechtop zitten. Goed, ontspannen en weer naar voren. Kom maar. Ja. Zo, ja. En toch met je kuit aan zijn buik, zeg je. Hé, vriend, wel een beetje je buik in als je sterk wordt. En niet trekken, maar doe daar. Geef hem daar net ook niet die steun, hè. Blijf daar je hulp herhalen. En dat hoeft voor mij niet zichtbaar te zijn, hè. Dat is voor jou spieren aanspannen, spieren ontspannen. Spieren aanspannen, spieren ontspannen. Oké, dan draaf je aan en dan draaf je door. En zelfs al rij je naar de bijna stap, dan laat je niet je benen afhangen, hè. Zo, dan niet je spoor, maar een beetje je kuit die dan tegen hem zegt. Hé, vriend, je navel inhouden. Dus op het moment dat jij dan merkt, hij gaat een beetje als een giraf lopen. Denk dan niet met je hand, ah, je moet ze ook naar beneden houden. Maar zeg meteen tegen zijn navel. Hé, vriend, jij moet wel aan het werk blijven. Goed zo. Oh, poep, en lopen was wel heel moeilijk gelijk. Zo, ja. Goed, iets minder scheef in zijn hals. Ja, goed zo. Ja, maar blijf, terwijl je mag van mij dit best aan de voorkant doen, als dat met twee teugels is. Maar blijf wel in zijn rug en in zijn achterbenen constant zeggen, snel en terug, snel en terug, snel en terug. Zo. En in dat terug zeggen we dan billen aanknijpen en dan weer ben je nog voorwaarts. Ja, en dan alweer terug. Het is vandaag donderdag. Ik heb hier school gehad. Nu ben ik hier. Voor als je dat nog niet wist. En morgen heb ik mijn laatste dag school en dan is het weekend. Ah. Ja, het is weekend, vrouw. Net was heel hard aan het schudden, nu niet meer. Ja, ja, zegt ze. Ja, en, het is weekend. Oh, sorry, ja. En ik heb over 2 minuten les. Oh, je hebt dit weekend proefjes, dus je gaat nu proefgericht trainen, denk ik. Ja, denk het wel. Nou, let's go. Als ik Blondie heb aangezien. Toch proberen dat je niet te veel in blijft vragen. Hè? Je mag verbinding houden, je mag best een keer 2 ringvingers de goede weg opwijzen. Maar niet te veel 1 hand meer of 1 hand minder. Zo, ja, daar. Want hoe meer controle jij hebt, hoe meer zij ze gaan je zal overgeven. En dan ook je hals mooi zal laten zakken. Daar. Iets minder de neus naar binnen. Iets minder de neus naar binnen. Zo, ja. Boris is inmiddels opgezadeld. Hij heeft een zweep al in zijn mond. Hij zegt, die moet je ook meenemen. Ik pak hem vast en hij wil het niet meer loslaten. Hebbes. Hij gaat vandaag aan de slag en oefent voor de wedstrijd. De wedstrijd. Bam, bam. Dat je aan wil draven. Maak je lang. Opletten. Goed zo. Terug in je bovenlichaam. En terug. En halt. Kun je het zien, Boris?
Hey. Goed zo. Ja, heel goed. Is rechtuit rijden? Nee, niet. Volt hij hier? En dan bij de C afwenden. Ga precies. Wat is deel? Bij de A. Bij de C. Dus eerst de volte hier, dan bij de C afwenden naar de A, want dan kun je namelijk in de spiegel kijken. Goed zo. Jouw werk zit in de hoek. Dan neem je de tijd. Ga ik even daar staan, dan kan ik zien of je recht blijft. Hou voor de deur je linkerhand een beetje laag. Grote volte bij de E, linkerhand laag. Goed zo. Kijk waar je naartoe wil. Rij daar met twee benen naartoe. Rij met twee benen naar je doel. Rij met twee benen naar je doel. Zo, ja. Keurig. Rij met twee benen naar je doel. Tussen de C en de M naar de draf. Maak jezelf lang. Maak jezelf lang. Op je zit, op je zit, op je zit. Goed zo. En zeker hier, Tess, als jij een beetje vol tegen de zet hoort, dan zie je dat mooi. Goed zo, heel goed. Van de hand veranderen bij de M. En dan doe je enkele passen de draf eruit. Veel hier. Als je redt. Ik zou liever. Het liefst heb ik met twee handen, maar het allerliefst. Als dan één hand meer, dat is die buiten toe. Want anders stuur je zijn neus naar binnen en dan gaat zijn lichaam weer naar buiten. Hou dus mooi terug en ontspannen. Zo, ja. Goed zo. Kijken. Stuur naar de A. Stuur naar de A. Goed zo. En recht. En recht. En dan ga je linksaf bij de A. Ik heb les gehad met Blondie. Het ging vandaag echt super goed. Ze was al wat losser dan hey. Ze was al wat losser dan de dag daarvoor. En het is vandaag natuurlijk ook vrijdag. Dus dat betekent het einde van de week. Dus super leuk dat je gekeken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En als je toch bezig bent, klik op de abonneerknop en op het belletje. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende video morgen. En dan doei!